Welkom bij deze marktflits. Sorry, het is vandaag maandag 12 juni. En maandag is natuurlijk weer de nieuwe wekelijkse candle. En wat heeft Bitcoin na afgelopen week weer gedaan? Nou, hoe je daarmee omgaat, laat ik je zien in deze interessante technische analyse. Hè, want dit hoort er natuurlijk bij, hè, dat de markt naar beneden getrokken wordt. En daar moet je op anticiperen voordat je in een trade stapt. En het is niet alleen kijken naar een enkele trade en een goede setup. Hè, en die volgen. Ook dit soort omstandigheden moet je vooraf bepalen. En zo je risico managen. Nou, hoe ik dat doe, laat ik je zien in deze marktflits. De volledige versie daarvan vind je in onze gratis trading community. In Telegram, zoek even op Trading Darts Free en dan kun je zo aansluiten. En dan kun je natuurlijk deze volledige marktflits bekijken. En nog andere lessen die ik daar deel. Even kijken. En de headlines van nieuwszaken waarvan ik denk dat is interessant als trader om in de gaten te houden. Dus die deel ik ook met je. Laten we snel van start gaan. En we gaan naar de nieuwsberichten. Een nieuwe internationale belastingsrichtlijnen voor Bitcoin. De crypto-industrie zou haar eigen belastingkader krijgen. Er is een organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, de OESO. En die heeft een nieuwe belastingnorm voor cryptocurrency geïntroduceerd. Er staat in het nieuwsbericht niet heel veel informatie over wat die belasting nou precies inhoudt. Hè, want dat vind ik interessant. Hoeveel belasting ga ik straks betalen? Dat staat er nog niet. Maar wel de manier en de normen waar zij vooral naar kijken. En alles is eigenlijk om het witwassen tegen te gaan. En heldere informatie, ook voor ons, dat het verplicht is. Even kijken. Nou, zodra er meer over te melden is, dan zal ik dat zeker doorgeven. Want ik ben reuze geïnteresseerd. Ja, hoe ze die belasting gaan aanpakken straks. Hè? Het moet natuurlijk wel interessant blijven om te blijven handelen hierin. Dus. Even kijken. Wat ik ook een opmerkelijk bericht vond, is dat Hongkong de cryptobeurs heeft uitgenodigd van kom naar ons. Hè, speciaal Coinbase, die ligt op dit moment onder vuur ook in Amerika, zijn uitgenodigd om in de regio te gaan vestigen. En het lijkt erom als, ja, ik denk dan een beetje aan ons Amsterdam-Zuid, hè, het platform waar al die banken bij elkaar zitten, dat Hongkong iets dergelijks wil met die grote cryptobeurzen, dat een centraal punt wordt wereldwijd. En dat is natuurlijk best wel krachtig als ze de handen ineens slaan. En het voordeel is als een toezichthouder in Hongkong juist die uitnodiging doet, hè, dan staan ze in plaats van dat ze er maar tegenin gaan en bam, 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 proberen die cryptobeurzen aan te pakken. He, misschien met de goede bedoelingen, he, om als je hier eenmaal doorheen komt, ja, dan heb je een hele sterke cryptobeurs. Maar aan de andere kant zou dat volgens mij ook op een hele andere manier kunnen, namelijk met een manier van samenwerking. Als ik kijk hoe bijvoorbeeld een bedrijf zich laat auditen, he, is dat eigenlijk een samenwerking in plaats van gelijk een rechtszaak ertegen. He, je laat een audit uitvoeren, je wordt op heel veel punten gecontroleerd. Je gaat samen kijken hoe je daarin kunt voldoen. Want als een punt bijvoorbeeld nog niet goed is, ga je er samen aan werken om dat wel goed te krijgen. En daarna krijg je een stempel. Een stempel in de zin van een goedkeuring. Dat lijkt me een veel betere manier dan met rechtszaken iemand aan te pakken. Maar goed, wie ben ik? Hè? Dit is niet mijn core business, dus ik zie het wellicht helemaal verkeerd. Het is in ieder geval wel zo dat als die cryptobeurzen dus naar Hongkong komen, dat ze een toezichthouder hebben die meer op de samenwerking zit als op de rechtszaak aanpak. Even kijken hoor. En natuurlijk weer dat Bitcoin volgens plan B zich in de nieuwe fase van een boommarkt verkeert. Ja, dat zou kunnen. Daar kom ik zo op in mijn technische analyse. Even kijken. Oh nee, dit waren de nieuwsberichten die ik op dit moment interessant vind. Laten we naar de technische analyse gaan. Ik heb hem hier openstaan. En op dit moment is het eigenlijk al. Het is al enige weken gewoon enorm tegenstrijdig. We zien het ene positieve bericht als negatieve bericht in de nieuwsberichten.
Als ik ook in mijn netwerk kijk, heb ik goede gerenommeerde traders die een track record hebben die heel goed is, waarvan de een echt bullish is en de ander echt bearish. En zodra de prijs iets naar beneden gaat, dan hoor je de bearish mensen zeggen van ja, zie je wel, nu gaat het gebeuren. Op het moment dat hij dan vervolgens weer bullish gaat, dan hoor je de andere mensen weer, ja, zie je wel, nu komt het eraan. Ja, ik zelf doe eigenlijk nooit dergelijke uitspraken. Ik kijk meer naar de analyse of naar de candlesticks van op de manier van if this, then that. Dat zegt je wellicht wel wat. Als dit gebeurt, dan is het logisch dat dat gebeurt. Als dit gebeurt, is het logisch dat dat gebeurt. En voor de rest is de candlestick leading. Nou, wat is er afgelopen week gebeurd? Je kijkt nu op dit moment naar de wekelijkse candlesticks. Zal ik hem nog... Ik ga straks hoog over bekijken, hè? Want het gezegde voor alle traders, when in doubt, zoom out, gaat op dit moment zeker op. Dus we gaan naar de maandelijkse candlestick grafiek kijken. Ook kijken we nog even naar de trade die ik had lopen in ERN. En hoe we daarop anticiperen. En dat doen we natuurlijk in de volledige versie. Maar eerst in de korte versie de Bitcoin analyse. Nou, wat je hier ziet is... een kriebeltje in mijn keel. Excuus. Wat je hier ziet is de dagelijkse candlestick grafiek. Waarvan ineens hier... boom, die naar beneden ging en daarna een sterke prijsafwijzing heeft, waarbij de groene candle boven die van de vorige dag uitsteeg. Hè. En vervolgens gaat hij hier toch weer naar beneden, heeft hier support gevonden aan de bovenkant en uiteindelijk toch weer een leveltje dieper gegaan. En op dat punt zit hij hier nu. Je ziet hier een trendlijn die ik heb getekend. En het is ten eerste altijd een gebied, het is nooit een lijn. En ten tweede, de candlesticks moeten aangeven wat het uiteindelijk wordt. Hè? Dus ja, je zou kunnen zeggen, ik verplaats hem hier naartoe. Hè? Dan is hij op dit moment is die kloppend. Dan zie je hier op een gegeven moment dat hij hier de bodies gaat raken. Maar ja, uiteindelijk, als ik naar dit gedeelte kijk, heb ik op basis daarvan heb ik hier nog een mooi punt. Hè? Die is eigenlijk nog wat mooier. En ik zou zelfs naar het uiterste kunnen. En van trendlijnen staat gewoon bekend dat ze... als er eenmaal zo'n uitstulpseltje geweest is, dat hij in de toekomst zo'n uitstulpseltje heel makkelijk nog een keer pakt. Dus ik zou hem hier kunnen zetten op dit moment, omdat die prijs hier nog moet komen. Hè. Dan is dat mijn eerste indicatie van, wellicht gaat hij dus hier bouncen. En als hij met een rechte lijn naar de zijkant gaat, dan duurt dat tot ongeveer 18 juni, tot dit weekend ergens. Hè, maar de prijs kan naar beneden gaan, kan naar boven gaan. Als hij naar boven gaat, duurt het langer. Als hij naar beneden gaat, is hij er sneller. Nou, ik kan hem zo laten staan en dit uitstulpseltje moet ik wel in ogenschouw nemen. En dat doe ik soms door ctrl-copy, ctrl-v op die lijn te doen. En die lijn dan precies op dat uitstulpseltje te zetten, parallel. En zo maak ik dus een gebied. Nou, ik zou deze lijn ook een stippellijn kunnen maken om aan te geven dat die andere indicatie behoort. Maar als maar duidelijk is dat hij hier naar een gebied kijkt. Hè, kan hij doorheen breken en dan kan hij precies dat nog doen. Dat is een gebied. Dus daar wil ik naar kijken op dit moment. We zien de candlesticks op dit moment naar beneden gaan. En hier op deze supportlijn drukken. Die supportlijn die heeft best wel wat raakvlakken. Als we terugkijken naar de geschiedenis, tel ik deze neerwaartse candle ook mee. Hè. Die staart die komt ongeveer op die lijn en hier is het dus support en hier is het weer weerstand. Hier is het weerstand en vervolgens is die hier doorheen gebroken en dan krijg je hier weer support. Dus dat is een belangrijk punt. Dat is ook waar de EMA 200 precies opkomt. Dus op dit moment is dat een belangrijke indicatie. Als hij daar doorheen gaat met een gesloten candle, hè, een gesloten rode candle er doorheen, en vervolgens de opvolgende candle sluit ook rood af, dan heb je de bevestiging van deze doorbraak. Nou, en dan hebben we gewoon een aantal levels waar hij hier support kan vinden. En dan hebben we hier nog de CME gap die gesloten moet worden. Dat is dus een target voor de shorters. Hè, of een support level aan de onderkant op ongeveer 20.300 zit hij. Dus dat is de potentie waar hij zeker naartoe kan gaan als hij hier doorheen gaat breken. Vooralsnog blijft Bitcoin zich houden op dit gebied. Hè, dus, en hier heeft hij ook bewezen dat hij ineens weer die kracht naar boven kan vinden.
Maar hij is nog niet door deze trendlijn heen gebroken. Dus hier zit gewoon zo'n symmetrische driehoek. Hè, als we naar deze trendlijn kijken. Of een descending triangle als die hier doorheen gaat. Maar hij blijft op deze supportlijn gaan. Hè, en dan trekken we deze eventjes door naar beneden. Zoiets. Hè. En dan hebben we de symmetrische driehoek. Dus dit is een onbeslist signaal met een neerwaarts signaal. Maar als ik verder ga uitzoomen, dan zie ik ook een bullish signaal. Nou, dat ga ik je in de volledige versie van deze marktflits laten zien als je blijft kijken. Die kun je volgen in de Telegram groep. @TradingDutchFree. Even zoeken op Telegram en dan kom je bij onze trading community. En dan kun je de volledige versie van deze marktflits zien.